Niet zo heel lang geleden ben ik 40 keer achter elkaar afgewezen. Op geen enkele sollicitatiebrief volgde een uitnodiging. En zelfs wekenlang met open sollicitaties langs uitzendbureaus en organisaties lopen, leverde me niks op. En hoewel het niet de gelukkigste periode in mijn leven was, gebeurde er wel iets bijzonders met me. Ik kwam op het punt dat ik met elke mogelijke baan al intens gelukkig was. Als ik maar iets mocht doen en een beetje geld kon verdienen, was ik heel blij en tevreden. En op een gegeven moment kreeg ik werk dat aansloot bij mijn grote liefde en ook mijn opleiding, de filosofie. Ik begon met lesgeven op een middelbare school. En toen mocht ik voor verschillende organisaties workshops en lezingen geven. En niet lang daarna stond ik als filosoof op festivalpodia te spreken. Iets wat ik een jaar daarvoor in mijn wildste dromen nog niet had durven dromen. En terwijl ik zulke geweldige dingen mocht doen, groeide er toch een gek soort onrust in me. Want nu ik eenmaal rook aan dit geweldige werk, wilde ik meer, grotere podia en nog meer bereik en nog meer. En in plaats van te genieten van wat ik deed, werd ik eigenlijk heel onrustig en ontevreden. Tot ik op een dag door een boek van Epicurus aan het bladeren was. En mijn oog viel op de volgende zin: niets is genoeg voor degene die genoeg te weinig vindt. En ik kan je verzekeren, ik voelde me behoorlijk betrapt. Dus ik las door en ik kwam erachter dat volgens Epicurus onze onrust en onze ontevredenheid vooral ontstaan door onze enorm grote verlangens. En als we rustig en tevreden willen worden, dan moeten we vooral leren om die verlangens een beetje in toom te houden. Dat is nog een behoorlijk lastige opgave trouwens, maar gelukkig biedt Epicurus ons een paar belangrijke handvatten om dat te doen. En volgens Epicurus is het allereerst heel nuttig om een onderscheid te maken tussen drie soorten van verlangens die we als mens hebben. En één van die soorten verlangens zouden we moeten koesteren en de andere twee verlangens zouden we moeten loslaten. Nou, wat zijn die drie soorten verlangens? Allereerst hebben we de natuurlijke, noodzakelijke verlangens. En die zijn natuurlijk omdat we ze van jongs af aan al hebben en noodzakelijk omdat we ze ook nodig hebben om te overleven. Dus je kunt denken aan genoeg te eten, genoeg te drinken, niet te koud, niet te warm. Maar ook vriendschap valt onder deze natuurlijke, noodzakelijke verlangens. Ze worden ook wel eens omschreven als die verlangens die ons van onze ongemakken bevrijden. Dus van honger, dorst, kou, eenzaamheid. En dit zijn volgens Epicurus de goede verlangens die we moeten koesteren. Het tweede soort verlangens, dat zijn de natuurlijke, maar niet noodzakelijke verlangens. Dus dat zijn verlangens die we van kinds af aan al hebben, maar die in proportie zo zijn toegenomen dat we ze eigenlijk niet meer nodig hebben om te overleven. Dus heel veel eten, uitpuilende kledingkasten, ongelooflijk veel vrienden ook. Epicurus die heeft een heel handig testje bedacht trouwens om na te gaan of een verlangen van jou noodzakelijk is of niet. Hij zegt, je moet je eigenlijk voorstellen dat het verlangen niet bevredigd wordt. En doet dat dan pijn? En als het geen pijn doet, dan zegt Epicurus, dan is het een niet noodzakelijk verlangen. Voor mij valt onder deze categorie verlangens de zak drop. Als ik 's avonds op de bank zit met een zak drop binnen handbereik, dan is dat echt levensgevaarlijk. Terwijl op zich dat verlangen naar eten is natuurlijk. Maar ik wil maar dooreten en dooreten tot die hele zak leeg is. En als ik me afvraag, zou het me nou pijn doen als ik niet meer toegeef aan dit verlangen? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, het voorkomt eerder dat ik aan het eind van de avond met buikpijn en kotsmisselijk op de bank hang. Dus de natuurlijke, niet noodzakelijke verlangens, zegt Epicurus van, laat ze los. En dan is er een derde soort verlangens. En dat zijn de niet natuurlijke, niet noodzakelijke verlangens. Dus het zijn verlangens die we en niet van jongs af aan hebben en die we ook niet nodig hebben om te overleven.
Dus je kunt denken aan het verlangen naar de nieuwste PlayStation game of iPhone. Maar ook het verlangen naar macht en status en rijkdom. En Epicurus zegt ook van deze verlangens, laat ze los. Want wat is dat probleem met deze verlangens? Nou, in de lijn van Epicurus legde de 19e eeuwse Duitse filosoof Arthur Schopenhauer dat ooit als volgt uit. Die zei, het is met het proeven van bijvoorbeeld rijkdom eigenlijk net zo als met het drinken van zeewater. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Het zijn typisch van die verlangens die maar nooit bevredigd raken. Je wil alleen maar meer en meer. En dat meer en meer willen, dat geeft die onrust en ontevredenheid. En het is precies die onrust en ontevredenheid waar Epicurus ons van af wil helpen. Want op zich zijn die natuurlijke niet-noodzakelijke verlangens en de niet-natuurlijke niet-noodzakelijke verlangens, die verlangen niet naar slechte dingen. Volgens Epicurus is genot ons hoogste goed en is geen enkel genot op zichzelf genomen slecht. Maar we moeten onszelf trainen om beter te leren genieten. Want als er sprake is van een soort wildgroei van verlangens, die we allemaal maar willen bevredigen, dan komen we nooit aan het genieten toe. Ik was zo'n festivalpodium nog niet afgelopen, of ik was alweer bezig met waar kan ik dit verhaal nu gaan houden en hoe kan ik op een nog groter podium en nog meer publiek bereiken. En Epicurus die wil ons eigenlijk helpen om onze aandacht te richten op wat er is, in plaats van alleen maar bezig te zijn met datgene wat we nog niet hebben. En ik denk dat we die filosofie van Epicurus in onze tijd heel goed kunnen gebruiken. Want misschien heb je het niet door, maar er wordt constant geprobeerd jouw verlangens aan te leren. Je kunt eigenlijk de straat of het internet niet op, of reclames die proberen een slag te slaan en een zaadje van verlangen in jou te planten. En laten dat nou bijna altijd niet natuurlijke, niet noodzakelijke verlangens zijn. Naar nog nieuwere auto's, nog verdere vakantie, nog jongere huid. En dat denken van Epicurus, dat zou ons kunnen helpen tegen die onrust en ontevredenheid die daardoor steeds weer wordt gevoed. En daarom wil ik vandaag, in navolging van Epicurus, en met een nieuw Nederlands woord, jullie een filosofische oefening meegeven. En die oefening heet het verlangensmanagement. En dat verlangensmanagement dat bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel van het verlangensmanagement is dat je probeert je steeds bewuster ervan te worden waar en op welke manier er geprobeerd wordt jouw verlangens aan te leren. Sinds ik me daar probeer steeds bewuster van te worden, ben ik er bijvoorbeeld achtergekomen dat we op internet tegenwoordig op twee manieren kunnen betalen. Als je bijvoorbeeld op Spotify zit, of YouTube, of sites met gemiste uitzendingen, dan kun je een account nemen en geld betalen en dan zie je geen reclames. Je kunt ook geen geld betalen, maar dan zie je wel de hele tijd of hoor je de hele tijd reclames. Maar eigenlijk betaal je dan ook, hè? Want iedere keer dat je reclame hoort, is er een kans dat er een verlangen in jou wordt geplant. Dat je opeens iets wil wat je daarvoor niet wilde. En Epicurus zegt, daar word je onrustig en ontevreden van. Dus je betaalt dan eigenlijk met je rust en tevredenheid. En het is maar de vraag wat duurder is. Epicurus die zou het wel weten. Die zou zeggen, je kunt beter een paar euro's betalen dan dat je met je rust en tevredenheid gaat zitten betalen. Dus het eerste deel van het verlangensmanagement is steeds scherper zien en bewuster worden van waar en hoe jouw verlangens worden aangeleerd en er daardoor ook weerbaarder tegen worden. En het tweede onderdeel van het verlangensmanagement, dat treedt op het moment dat je ontevreden bent. Want ik was altijd geneigd als ik ontevreden was om te gaan nadenken, wat mis ik nou eigenlijk waardoor ik zo ontevreden ben? Maar Epicurus zegt, je moet niet nadenken over wat je mist, maar je moet erachter zien te komen welk verlangen jouw ontevredenheid veroorzaakt. En als je dat verlangen dan ontdekt hebt, dan moet je dat te lijf gaan met de volgende vragen. Als jij nou uitkomt, word ik dan per se heel erg gelukkig? En als jij niet uitkomt, word ik dan per se heel ongelukkig? En als je beide vragen met nee beantwoordt, laat dat verlangen dan lekker los. Epicurus zegt, het zal je een enorme rust geven. Ik heb afgelopen oud en nieuw voor het eerst meegedaan met de staatsloterij.
En toen ik terugfietste van de supermarkt met een lot op zak, toen dacht ik, 15 miljoen. Dat zou echt te gek zijn. En de rest van die dag was ik aan het fantaseren wat ik allemaal met dat geld zou gaan doen. Maar op een gegeven moment moest ik ook nog even mijn bankrekening checken op Oudjaarsdag. Dus ik keek op mijn bankrekening en ineens zo met al die fantasieën over 15 miljoen, werd ik er heel chagrijnig van. Heel ontevreden. Maar niet vanwege die bankrekening, maar omdat ik de hele tijd naar die 15 miljoen aan het verlangen was. En toen ben ik dat verlangen naar die 15 miljoen te lijf gegaan met die vragen. En ik stelde mezelf de vraag, oké, stel dat ik nou die 15 miljoen win. Betekent dat dat ik per definitie heel gelukkig word? Nou, er zijn te veel verhalen over ongelukkige loterijwinnaars om dat als een garantie voor geluk te zien. En als het niet uitkomt, word ik dan per definitie heel ongelukkig? Nou, waarschijnlijk niet, want voor ik dat lot kocht, ging het ook prima met me. En terwijl ik zo dat verlangen naar 15 miljoen euro aan het ontmantelen was, verdween ook mijn ontevredenheid over mijn bankrekening als sneeuw voor de zon. En daarom wil ik jullie hier vandaag van harte aanraden om ook aan verlangensmanagement te gaan doen. Het bestaat dus uit die twee onderdelen. Probeer er steeds bewuster van te worden waar en hoe wordt er geprobeerd mij verlangens aan te leren. En hoe scherper je het ziet, hoe weerbaarder je daartegen wordt. En als je nou eens ontevreden bent, vraag je dan af, welk verlangen veroorzaakt eigenlijk mijn ontevredenheid? Het zou zomaar een onnodige oorzaak van je ontevredenheid kunnen zijn. Zo stond ik de hele tijd ontevreden op die festivalpodia te spreken. Omdat ik maar bezig was met wat kan ik hierna nog doen en hoe kan het nog meer en nog groter. En door dat verlangensmanagement heb ik vandaag extra kunnen genieten van jullie meenemen in het denken van Epicurus. En jullie te verleiden om ook aan verlangensmanagement te gaan doen. En bovendien, nu ik jullie eenmaal als publiek heb gehad, hoef ik nooit meer een ander publiek te verlangen. Dank jullie wel.